Zo, goedemorgen allemaal. Het is weer maandagochtend en we hebben een hele leuke week voor de boeg. Ik ga weer een vijfdaagse cursus geven voor mensen die hetzelfde werk als ik willen doen. Of die al iets met honden doen of dat willen gaan doen. In ieder geval heel ambitieus hierin zijn. Dus we gaan eerst even een rondje lopen en daarna gaan we vol aan de bak. Hey, Tommy! Heb je er zin in? Oh! Jij zegt hetzelfde. Ja, gelukkig wel. Tam die werkt normaal bij ons in de opvang. Maar vandaag hebben we niet. Vandaag hier. Vandaag gaat ze mij helpen. Dus ja. Dat is altijd supergezellig. Welkom allemaal. Het wordt een superleuke week. We gaan heel veel leuke dingen doen. Jullie hebben elkaar net allemaal al voorgesteld aan iedereen. Nou, hou je hond gewoon bij je. Loop zoals je altijd loopt. Dus voor degene die een hond bij zich hebben, kunnen wij meteen zien. Hey, wat doe je nou en waar moeten we misschien deze week aan werken? Het is wel leuk, want sommige honden zijn voor een consultiekeer bij ons geweest. En die zijn dan zo geïnspireerd geraakt of die vonden het gewoon super leuk. Dus die zijn dan nu voor de cursus gekomen. Het is wel leuk, er staat een Stafford bij die een tijdje geleden bij ons was. Echt super druk, reageerde op honden, dat soort dingen. En nu staat hij er gewoon rustig bij. Dus top, het is alleen maar goed. Leuk, hè? Mijn doel is een beetje tweeledig. Het is eerst voor mezelf. Van hoe doe ik het? Want ik denk dat ik heel goed bezig ben. Maar is dat ook zo? Ik speur naar, met mijn hond speur ik naar explosieven. Op Schiphol. En met mijn Surf Jansen honden, ja, die train ik. En daar werk ik soms ook mee op Schiphol. Tamara heeft instructies dat ze me de hele dag moet volgen. Ja. Zodat we een leuke vlog voor jullie kunnen maken. Dus dat doen we. Nou, ik heb het in de gaten. Echt wel. Dit gaan we morgen doen. Dat is morgen. Morgen. Weet jullie dat al? Ze kan uitvallen. Ja. Met bepaalde honden. Oké. Alleen we weten niet met welke honden. En waarom ze dat dan doet. Oké. Dus daar willen we zien achter. Daarvoor wil je ook. Daar willen we achter zien te komen. Dat is echt wat voor jou. Ja, echt wat voor mij. Want iedereen heeft deze week al een beetje een idee over wat we gaan doen en zo. En een paar keer is al naar voren gekomen dat we zeggen, nou, we gaan het gewoon doen. Dus het thema zinnetje voor vandaag wordt, of deze week wordt, gewoon doen. Deze is goed gefocust op Tamara. Ah. Dan ga je meer ontspannen, lijn je omhoog, even ontspannen. Goed. Dus nu kan je ook weer goed kijken naar wat we boven hadden besproken. Heb je een heel zwaar leven? Dat een hele zware dag. Nee, maar weet je wat het is? Ik vind het superleuk, zo'n cursus. Het is wel echt intensief. Maar ik vind het wel echt heel leuk. Ik denk zelfs dat ik het een van de leukste dingen vind om te doen. Het is gewoon een hele week met allemaal mensen die hetzelfde doel hebben. Hoe tof is dat? Maar nu ben ik wel een beetje moe. Goedemorgen allemaal. Het is dag 2. En we gaan superleuke dingen doen. We starten weer met een ochtendwandeling. En daarna hebben we nog een hardloop element. Superleuk. Alleen niet voor ons, maar voor de honden. We gaan fietsen met de honden. We gaan agility doen. We hebben een heel stuk theorie over probleemhonden. En hoe je daar mee omgaat. En wat je kan doen om het op te lossen. Dus superleuke dag. Maar nu gaan we eerst wandelen. De honden mogen hier even plassen. Het is een mooie mentale oefening. Het is natuurlijk heel gek als de grond onder je beweegt. Ja. Het is een mentale uitdaging in combinatie met fysiek. Dus hoe goed wil je het hebben? Precies. Tof toch? En de eerste keer? Nou, dag 3 is alweer aangebroken. En de cursisten hebben net meegekeken bij een live consult. Superleuk, leerzaam. Het grappige was wel dat de hond die altijd scheen uit te vallen, dat spontaan niet meer deed. Maar dat zal je altijd zien, hè. Wanneer mensen hopen dat de hond uitvalt, doet de hond het al veel minder. Maar we hebben haar veel tips kunnen geven, het baasje. En ze gaat ermee aan de slag. En ik weet zeker dat ze er toch heel veel aan heeft gehad. En ook voor de cursisten was het super leerzaam. Dus alleen maar leuk. Super gezellig. Zij is van een van de deelnemsters. Hele leuke, gezellige, goed opgevoede hond. Ze ruikt nu schapen. Want we hebben straks de cursus of de workshop schapen drijven. Dus ze zit heel parmantig met haar neus in de lucht. Maar kijk, hoe schattig. Wanneer je met je hond loopt, is het soms heel erg lastig om je arm mooi netjes naast je te houden. Vaak zien we toch dat mensen hun hand naast hun houden, te veel strak achter zich, waardoor je altijd spanning op je arm hebt. En iedere vorm van spanning voer je door naar je hond.
Ook is het belangrijk dat je niet terugtrekt aan de riem. Want je hond, zijn brein, denkt automatisch voorwaarts. Hoe harder je naar achteren trekt, hoe harder hij vooruit zou gaan. Je wil hem eigenlijk alleen maar een klein beetje uit balans halen, zodat hij weer bij je komt en mooi ontspant. Ik heb een mooi trucje voor je. Jouw ene hand, jouw rechterhand voor mij in dit geval, maar het kan ook je linkerhand zijn. In ieder geval de hand waar de riem niet in vast zit, hou je ietsjes voor je. De andere hand, waar je wel de riem aan hebt en waar je hond zijn kant is, hou je ook iets voor je, maar niet zo ver als deze hand. Dus net iets voor je been. Het ziet er zo uit. Hand valt hier, riem hier. Op het moment dat jouw hond bijgestuurd moet worden, omdat hij trekt naar links, naar rechts, wat dan ook gaat, beweeg jij heel kort even met jouw riemhand richting jouw hoge hand. Dus even kort die kant op. Je voorkomt namelijk dan dat je naar achter gaat trekken, dat je brein weer voorwaarts denkt en dat je nog meer kracht erop gaat zetten. Je wil eigenlijk even kort aangeven hierheen. Nog een voordeel is, je riem blijft altijd daar erboven zitten, op de plek waar je hem eigenlijk wilde hebben of waar je hem hebt vastgemaakt. Want hij kan onmogelijk afzakken als jij rustig even bijstuurt en daarna weer ontspant. Dit is echt heel veel beter lopen. Je zal merken, het begin is een beetje onwennig, maar daarna kan je dit. Zet hem op. Succes! De cursisten moeten nu straks zelf schapen in een zelfgemaakte roundpen drijven. Dus die schapen gaan straks los. En ze zijn nu in beraad over wie waar staat en wie wat doet. En de andere groep, even kijken of je het kan zien, staat aan die kant. Daar moeten dus uiteindelijk, oh, daar gaan ze al, de schapen naartoe. Dus zij moeten dus zelf als drijvende factor die honden naar de andere kant krijgen. De dieren zijn ontspannen nu, hè? Maar waar kan ik dat zien, denk je? Aan het eten. Eten. Simpel, hè? Zijn dat, we zijn er twee aan het opletten. Los is gek op mensen, maar zolang er schapen zijn. Ja, dat zijn niet leuk. Ik ga eventjes hardlopen. Want nu ben ik echt best wel een beetje dood na deze dag. Maar als je gaat hardlopen, krijg je weer energie. Dus dat is mijn manier. Dus morgen ben ik weer fris en fruitig. En het is super lekker weer. Dus ik ga nog even een rondje. Aram en ik zijn eerst even hier in de bak aan het spelen voordat de dag begint. Ja. En we hebben er weer zin in, hè. We beginnen zo met de groepswandeling. En vandaag komt Mark Dijk, een leuke bekende spreker die iedereen komt motiveren. Dus dat is altijd heel succesvol. En vanmiddag is ook heel leuk, dan staat er een losloopgedeelte op programma. Dan gaan we de honden loslaten, waarbij ze ook, oeps, arm. Dus alles leren over de lichaamstaal van honden. Hoe horen honden te spelen? Wat is wel of niet gewenst gedrag? Dus dat is altijd heel leerzaam. Arm, heb je er zin in? Ja. Dus we gaan ervoor. Kom. Kom. Ga maar. Goed zo. Zo, we zijn nu bezig met de groepswandeling. Hoe gaat het, meiden? Ja, super. Heerlijk. Goed, ja? Zeker. Kijk, daar lopen ze, onze toppertjes. Kippen. Zo gaan hier de ochtendwandelingen. Zo gaan het hier. Ja, echt. Linda komt helemaal uit Etten-Leur, of All Places. Komt zij ons assisteren. Hoe leuk is dat? Keileuk. Keileuk, zegt zij ook. Ja, keitof. Weet ze ook niet. We zijn nu bezig met het loslooponderdeel. Macho, hallo. Macho die zou met mij op de camera gaan, dat had hij afgesproken. Maar Macho loopt nu gewoon weg. En net hadden we een stuk of 10 of 12 hondjes hier lopen. Nu zijn het er nog iets minder, want ik was natuurlijk vergeten te vloggen. Maar het is echt heel cool. Super leerzaam om te leren hoe honden met elkaar omgaan. Deze border die wil vooral alleen maar met jou werken. Ja. En hij zegt, waar is mijn frisbee? En alle honden boeien hem helemaal niks. Kijk hoe netjes. Goed zo. Goed gedaan. Ik heb echt iets superleuks gekregen van de zoon van een van mijn cursisten. Moet je eens kijken. Hoe cute. Echt te lief, toch? Ik vind dat echt heel cool. En ik heb ook een filmpje voor Thijs gemaakt. En gezegd dat ik hem ook heel tof vind. En dat ik super blij ben met zijn tekening/foto's. Oeps.
Dus hoe leuk is dit, zeg? Wat is er nou beter dan je dag afsluiten in de jacuzzi? Met ons. Nee, met dit hier. Oh. Hier. Kijk wat daar ligt. Oh, niet verder vertellen. Shh. We zijn eigenlijk op rantsoen. Want ik moet bijna trouwen. Ik ga bijna trouwen. Ja. Maar ja. We zeggen het tegen niemand. Hé, jongens. Slaap lekker straks. Wij genieten nog even. En we zien je morgen. Doei. Doei. Ik voel me net Chantal Jansen. Oké, ik ga even het beeld omdraaien. Want anders zie je me zo meteen niet meer. Want bij Aniek is het donker. Het. 6:15. Oh man. Tijd om op te staan. In welk programma zitten we eigenlijk? Chantal, blijf slapen. Of... Linda, wij slapen bovenin. Blijf slapen. Heb je er zin in? Laatste dag. Ik heb wel zin in, maar dat licht in mijn gezicht, dat maakt wel ja, anders een beetje zien moeilijk. Niet. Ik heb wel zin, maar ik moet wel even wakker worden hoor. Ah, ja. Ik zie helemaal niks joh. Eerst even een rondje lopen met de honden, ben je meteen wakker, lekker ontbijten. En dan hop voor de laatste dag. We gaan ervoor. Dus dan zeggen we... Gewoon doen. Ik wou eigenlijk gewoon zeggen tot zo. Tot zo. Ja. Iedereen is zich aan het klaarmaken. Want we gaan straks een groepswandeling weer doen. Op de laatste dag. Alleen dit keer doen we het anders. We houden een stiltewandeling. Wat betekent dat niemand mag praten. Ze moeten alleen maar voelen. Met zichzelf zijn. En kijken of ze de stilte aan kunnen. Voor sommige mensen is dat heel fijn. Die vinden dat echt meteen heel relaxed. En voor sommigen is het super ongemakkelijk. Maar het is gewoon goed om even één te zijn met je hond. Goed te voelen, wat gebeurt er nou eigenlijk? En gewoon op te nemen wat er op dat moment gebeurt. Dus je hoort de vogels fluiten, bomen heen en weer waaien, dat soort dingen. Nu zijn de honden nog een beetje onrustig, hoort ze. Maar straks zal je zien dat alles helemaal stil is. We gaan nu de 1-op-1 sessies doen. Dat betekent dat we de groepjes hebben onderverdeeld onder meerdere trainers. En nu krijgen ze echt 1-op-1 tijd om bijvoorbeeld met de hond aan de slag te gaan die ze mee hebben. Of een andere vraag te stellen. Dus dat is weer iets nieuws. Maar superleuk om de week mee af te sluiten. Daarna gaan we lekker lunchen. En is het alweer bijna voorbij. Jammer. Jammer toch? Zeker. Ja, zeggen ze allemaal. Dit is mijn groepje, dus die gaan nu weer heel veel leren. Ja, zeker, zeker. Dat vind ik nou leuk, hè? Goed verhaal. Oh, lekker kort ook. Wat is dit? Kijk, we hebben een kaartje gekregen. En een cadeautje van de hele groep. Superleuk. Ha, van de cursisten gewoon doen. Je moet ook even dit. Ja, wacht even. Dit is een hele groep. Dat is wel leuk, want dat vergeet ik dus nooit meer dat jullie dat allemaal zijn. Ja. En het staat in de vlog 100 keer. Gewoon doen. Gewoon doen. Oh, wat leuk. Ja, dat is wel leuk. Speciaal. Nou, dank jullie wel. Echt super lief. Super schattig. Het is een hele verwennerij voor ons. Nou, de week zit er weer op. Het was een superleuke, te gekke week. Maar nu is het tijd voor weekend. Lekker met deze grote kanjers aan de slag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van mijn vlog. Volgende keer probeer ik er weer eentje te maken. Vergeet niet te abonneren en even een reactie achter te laten. En tot snel weer!